Welkom bij deze extra uitzending van TV Drenthe. We beginnen met een noodlottig ongeval gisteravond in Zwichelten. Daar werd een 71-jarige man doodgeschoten, vermoedelijk toen hij op zijn eigen perceel zijn hond uitliet. Op het terrein waren op dat moment jagers actief. Enkele jagers waren gisteravond bezig op een perceel achter de Halenweg. En toen zij daar bezig waren, hebben zij vermoedelijk een 71-jarige man uit Zwichelten, die ook daar aanwezig was, hebben zij vermoedelijk voor een dier aangezien waarop een van de jagers hem heeft geschoten. Hier moet het ongeveer gebeurd zijn. In de weilanden langs de Halerweg tussen Zwichelten en Ooghalen. Een 71-jarige man wordt het onbedoelde slachtoffer van een jachtpartij. De buurt is in mineur en dat geldt ook voor Zwichelten. Wat de mensen weten, willen ze niet voor de camera vertellen. De mensen in Zwichelten vertellen mij dat het ongeluk gebeurd zou zijn tijdens een vosjacht. Twee jagers waren 's avonds laat in het land op jacht naar een vos, toen zij dachten een vos voor het vizier te krijgen. Maar het was niet een vos, het was een hond. En daar schoten ze op. Ze misten de hond, maar raakten de eigenaar. Een optocht die vanmiddag in het dorp zou worden gehouden is afgelast. De man is na het schietincident nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar overleed aan zijn verwondingen. Familieleden van het slachtoffer komen terug uit de weilanden waar het incident moet hebben plaatsgevonden. Wat hij daar precies deed, ja, dat weten we op dit moment nog niet. Dat is ook een van de vragen die wij vandaag zullen stellen aan de mensen die daarbij betrokken waren gisteravond. U gaat zeg maar een buurtonderzoek ook houden? Nou, we gaan spreken met de mensen die daarbij betrokken waren en wellicht dat we ook nog met buren daaromheen gaan spreken. En dan Haren. Een dag na de rellen likt het dorp de wonden. Het straatbeeld vanochtend spreekt voor zich. Gesneuvelde ruiten, auto's, fietsen en tuinen. De inwoners van Haren zijn er nog beduust van. Wat zich hier vannacht heeft afgespeeld, daar zijn gewoon geen woorden voor. Het doet gewoon pijn om te zien hier in het dorp. Je merkt aan iedereen, het is, ja, je wordt gewoon het hart geraakt. Is echt. Ik kom de schade bekijken, want dit is natuurlijk wel heel erg triest allemaal wat er gebeurd is. Ik vind het echt heel jammer dat het zo moet lopen. Dat had natuurlijk wel anders gekund. Heel, ja, triest. Geen woorden voor. En al boodschappen doende en ik zie wat voor schade, denk ik, zo nutteloos. In Haren is het vanmorgen puinruimen na een nacht vol geweld. Fietsen, stoeptegels, alles wat als projectiel gebruikt kon worden is vernield. De raddraaiers zijn vertrokken, maar de inwoners en ondernemers zitten met de troep. Zoals deze ijssalon, waar vannacht alle ramen werden ingegooid. IJs ligt in de container, want er zat allemaal glas in, dus dat hebben we weg moeten gooien. Maar er is nieuw ijs in de vriezer, dus dat zetten we er zo weer in als alle ramen erin gezet zijn. Glaszetters met kapotte ruiten zie je volop vandaag in Haren. Op een persconferentie spreekt de burgemeester zijn afschuw uit over de gebeurtenissen van vannacht. Haren is vanochtend wakker geworden na een dramatische avond en nacht. De gebeurtenissen hebben hier een gigantische impact in een relatief kleine gemeenschap als de onze. De daders waren het spoor volledig wijs. De collega's kregen extreem veel geweld te verduren en het geweld leek erop gericht om mijn collega's te verwonden. Dit is werkelijk ongekend. En een eerste analyse leert dat we hier te maken hebben, en anders kan ik het niet noemen, met tuig dat zeer gewelddadig en goed voorbereid bewust de confrontatie zocht. De politie spreekt van een wonder dat niet veel meer mensen gewond zijn geraakt dan een kleine 20. 34 relschoppers worden opgepakt. Een team van 25 rechercheurs spoort met behulp van video's en foto's meer raddraaiers op. Dat Facebook ook zijn goede kanten heeft, wil een groep mensen bewijzen door een schoonmaakfeestje te organiseren via social media. Gewapend met bezems en bloemen steekt de groep van zo'n 30 mensen Haren een hart onder de riem. Wij schaamden ons gisteravond heel erg voor dat er zo snel slechte dingen kunnen ontstaan via Facebook. En dat het zo op die manier chaos uit kan breken hier in Haren. Dus wij willen eigenlijk even laten zien dat ook vooral voor de social media, dat het ook precies de andere kant op hetzelfde kan gaan. De groep verzamelt zich bij het gemeentehuis. En de bloemen, die krijgen een mooi plekje in Haren. Het begon met een foutje op Facebook van de 15-jarige Merte. Per ongeluk stuurde ze een open uitnodiging voor haar verjaardagsfeestje. Zo'n 30.000 mensen wilden komen. Het werden er volgens de politie zo'n 10.000. Aan het begin van de avond sloeg de vlam in de pan. Jongeren gooiden bier, stenen en fietsen. Ook in Wijster was het gisteravond onrustig. Zo'n 20 omwonenden van slachtafvalverwerker Noblesse Proteins blokkeerden het terrein omdat ze de stankoverlast van het bedrijf zat zijn.
In de fabriek wordt sinds enkele maanden slachtafval van pluimvee verwerkt. Noblesse Proteins heeft al meerdere dwangsommen opgelegd gekregen omdat het bedrijf de stankoverlast niet onder controle krijgt. Gisteravond is voor de omwonenden de maat vol en blokkeren ze de weg naar de fabriek met een vrachtwagen. Nee, de stank is niet te hard. Het dringt de huizen binnen en er komt geen end aan. En het was de hele week alweer raak en vorige week. We hebben het idee dat het steeds erger wordt. Gisteravond was blijkbaar de druppel. Zo'n 50 omwonenden en burgemeester Broertjes van Midden-Drenthe verzamelen vanmiddag bij de boerderij van Henk Vickert om over de stankoverlast te praten. Het is een heel smal spoor wat over de regio draait. En word je erdoor getroffen, dan is het geen harden. Burgemeester Broertjes baalt net als de omwonenden van de stank, maar hij kan op korte termijn weinig voor ze doen. En ik snap heel goed dat mensen dat liever gisteren hadden dan morgen. Maar goed, daar zijn ook enkele procedures voor waar je aan hebt te houden. Maar wat ons betreft is het glashelder. Als de problemen niet opgelost worden, dan gaat het gebeuren. Voor de dorpsbewoners van Wijster en Drijber zit er niets anders op dan afwachten. Wat ik wel proef is een teleurstelling dat hij niet een datum kan noemen waarop het voorbij moet zijn. Het duurt even en als zij juridische andere stappen gaan nemen, ja, dan kan het een wat langduriger gevecht worden. En ja, we hadden graag gehoord dat het over 3 weken bijvoorbeeld over is. Noblesse Proteins was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Het failliete Hof van Saxen in Noordgedacht wordt overgenomen. Dat bevestigt directeur Peter Zwart van het vakantieresort. Het gisteren uitgesproken faillissement was onderdeel van het akkoord om een nieuwe start te kunnen maken. Zwart zegt dat de problemen rond de overname hierdoor zijn opgelost en dat maandagmorgen de overname wordt getekend, waarschijnlijk door de Utrechtse investeerder Driestar. En vanmiddag heeft prinses Margriet officieel Theater De Nieuwe Kolk in Assen geopend. Morgen daarover een uitgebreide reportage in onze televisieuitzending Drenthe Nu. Eindelijk is het weer eens gelukt. FC Emmen heeft gisteravond tegen Sportclub Veendam de eerste competitieoverwinning sinds 24 februari geboekt. In Emmen stond gisteravond de noordelijke derby tussen FC Emmen en Veendam op het programma. Veel publiek, waaronder ook zij, Ruud ter Heide en Jeffrey de Visser. Wegens een probleem met deze man, Joop Gal. Maandag komt er een vervolggesprek, maar voorlopig zijn ze er dus niet bij. Veendam is beter of minder slecht in de eerste helft. Een komt op voorsprong door Boy Deul. Hij scoort na een half uur spelen. Emmen moet aan noodgedwongen wisselen. Royer geblesseerd naar de kant voor Wout Weghorst. En Emmen krijgt 1 kans voor rust. Het is Almoud Baraki, maar hij schiet veel te wild over de goal van Veendam-doelman Theo Timmermans. Dan de tweede helft met een ander Emmen. Fanatieker, meer beleving. En binnen 6 minuten krijgt Emmen de ideale mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Almoud Baraki gaat onderuit in de 16. Emmen krijgt een strafschop en die wordt benut door Antoine van der Linden. De aanvoerder van FC Emmen neemt zijn verantwoordelijkheid. 1-1. En Emmen gaat door. Dit is 10 minuten na de gelijkmaker. Mamedov die raakt de paal, legt terug. En dan is het Weghorst die binnen tikt. Hij maakt uiteindelijk de winnende treffer in de noordelijke derby. Emmen wint met 2-1. En die overwinning was ook broodnodig. Ja, precies. Wij waren gewoon overwinning nodig. En niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. En dat was toch ook verdiend? Ja, maar op basis van de tweede helft was het gewoon prima. En dat is het verdiend. Tot zover deze extra uitzending van TV Drenthe. Bedankt voor het kijken.